Marvin is er nu niet, dus ik start gewoon snel op. Dan doen we even één potje. Ik start even snel. Ik ben heel even mijn mail aan het checken. Dat ga ik straks geven aan Luciano. Jullie krijgen het straks te zien, jullie weten het nog niet. Wow. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. En nu opbouwen met die oude gauwhoer. Wat ben je aan het maken, joh? Pindakaas. Pindakaas? Ja. Echt? Ja. Hoezo maak je pindakaas? Dat is op TikTok. Oh mijn god. Zelfgemaakte pindakaas. Ziet er best goed uit, hoor. Ja, het ruikt super lekker. Maar je moet het echt super lang blenden. Omdat het nu nog steeds niet echt... Ja, nou dat heb ik dus zo. In de gaten. Want ik lig in bed. Ik hoor alleen maar... Nee, dat maakt niet uit. Ik ga eens even kijken wat ze aan het doen is. Pindakaas aan het maken door TikTok. Oké, okay, misschien een goede invloed van TikTok dan, ik weet het niet. Oeh, oh, oh, oh. Ik moet echt meteen... Ga jij verder? Ja. Oké, ik ga even iets fixen. Ik kom zo bij jullie terug. Maar ga maar verder hoor. Is oké. Okay. Hier hebben we hem. En de meest gelikte reactie van toen we bij de nieuwe woning waren en vogelvoer in de ochtend gingen plaatsen in de tuin voor de vogels, was je moet het netje eraf halen. Want het netje zorgt ervoor, of nou sterker nog, zat een beetje te scrollen door de reacties en er was ook een beetje een reactie van ik wist niet dat jij graag vogels doodde, want je laat de netjes eromheen. Sorry, spijt me. Nog nooit eerder meegemaakt dat iemand het netje ervan afhaalt. Al sinds dat ik klein ben zie ik dat netje gewoon zo en dan eet smakelijk. Maar blijkbaar kunnen vogels hierin verstrikt raken met hun voet, met hun pootje. En dan, dat is niet leuk. Wij vinden het ook niet leuk als we vast komen te zitten met ons been. Dus ja, gaan we het even uit het netje halen. Sorry dat ik dat heb gedaan. Dat wilde ik even met jullie delen, want ik zag in één keer het vogelhuisje. En ik dacht, ik pas het even aan. Maar dit vogelhuisje tot nu toe, ik heb er nog helemaal niks aan gehad. Ik zou jullie op de hoogte houden, maar er valt niks op de hoogte te houden, want er komt geen één vogel op af. Ik heb ook gelezen dat dit vogelhuisje te veel opvalt. Er zitten hier gewoon te weinig vogels. Maar ja, het is heel raar, want als ik vogelvoer op de zijkant leg, dan eten ze het op. En als ik het hierin doe, dan eten ze het niet op. Dus ze hebben gewoon een hekel aan dit vogelhuisje, aan deze kleurencombinatie of zo. Ik weet niet precies wat het is, maar ik ga deze nu niet meer hier ophangen, want hij hangt er al gewoon een paar weken en ik heb geen resultaat. Ik ga deze ophangen in de nieuwe woning en dan ga ik daar kijken wat het gaat opleveren verder. Yes, dus dit vogelhuisje met de camera, die gaan we in de nieuwe woning laten ophangen en dan zien we het resultaat wel. Ik had mijn camera even hier opgezet, dat had ik gebruikt als statief en ik denk dat ze helemaal zijn uitgegroeid, dames en heren. De goud stukken. Laten we even erin gaan. Wow, yo. Ze zijn best wel zwaar geworden ook eigenlijk. Maar kijk dan. Gewoon net zo groot als mijn handpalm. Zo groot is die geworden. En dan 3 stuks, dames en heren. Wauw. Nu zijn we rijk. 3 dikke goudstukken. Hoppakee. Het was wel geinig om deze te zien groeien hier. Je ziet wel hoe vies het water nu is trouwens. Ja, dat moet ook wel een soort van chemische reactie geven of zo, toch? Wow. Oh, yo. Dit is apart om te doen. Oh. Ga mijn goudstuk. Dit is echt apart. Is dat die pindakaas? Nee, dit is voor jou. Oh. Smoothie. Pindakaas drinken. Dankjewel, schatje, voor de smoothie. Dit is apart, hè? Kan je niet voorstellen dat dit zo klein was? Nee, dat bedoel ik. Dat is zo gek. Als je het nu laat liggen, denk je dat ze dan weer klein worden? Zullen we doen? Gewoon zo opgestapeld. Ja, dan leg maar in de keuken. Gewoon hier op tafel. Oh, dat is ook goed. Op de verwarming. Ik ben benieuwd op de verwarming. Krimpen ze helemaal tot een klein pinkie. Er is ook recept van TikTok. Nee. Oh. Deze is echt very good, very nice. Ik heb het trouwens nog helemaal niet gezegd, maar... Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol.
Dat is Maiwen. En zij gaat weer verder met pindakaas maken. Ja! Maar je zit al meteen weer te gniffelen. Ja, omdat jij kijk hoe zo'n hoofdje altijd trekt. Met wat? Hoe? Nee, ik ga het niet nadoen. Druk ze op mijn neus. Nee. Toe, toe. Hij komt niet. Hé, hey, nog eens. Nee. Te laat. Ja, ik heb mijn hoofd gestoten hier zo. Ik heb hier een bult. Je ziet het niet heel erg. Dat was 2 dagen geleden geloof ik. Toen stootte ik mijn hoofd keihard tegen de plantenpot. Omdat ik niet gewend ben dat daar een plantenpot hangt. Ik neem jullie eventjes mee. En kom maar mee schatje. Dan laat ik je even zien hoe dat gaat. We gaan even naar de studio hier zo. Ik heb dus 2 nieuwe planten gekocht hiervoor in de studio. En ik ben er echt mega blij mee. Je ziet ook dat hij scheef hangt. En hij beweegt nog, ja. Ik heb hier dus een hele mooie plant. De Spathiphyllum, geloof ik. Zoiets heet deze. Ik weet het ook niet meer. Ja, zoiets. Sterelia of zo, volgens mij. Oh, Sterelia. Dacht ik. Nee, Spathiphyllum, volgens mij. Oh. Maar ja, allemaal moeilijke... ja, allemaal hele moeilijke Griekse namen. Ja, dat gebeurde dus al 2 keer. En zo net ook nog. Ja. Jeetje, Mina. Zo aan of zo. Ik pak even daar wat uit mijn laadje. Ik sta op. Bam! Vol tegen de ding. Hij beweegt ook nog van net. Ik heb al 2 keer keihard... En dit is hard, hè? Ja, mijn hoofd ook. Maar deze wind van mijn hoofd, hoor. Ik hang hem even recht. Ik moet het hier nog ompoten, eigenlijk. Ja, maar dit is wel echt leuk. Deze plantjes die hier zo zitten. Mm-hmm. Nice. Weet je waar ik aan zat te denken? Nu wij geslapen hebben in een nieuwe woning... gaan we gewoon weer even een beetje verder met inpakken. Ja. Vandaag. Ja. Ja, het is zaterdag, weekend. Yay! En we gaan gewoon even inpakken voor de nieuwe woning. Ga je hier alles inpakken? Ja. 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 Dat doet mij niks. Dat doet mij niks. Hoezo zeg jij sukkel? Lief sukkel. Oké, zo fijn dat je dat zegt. Goed. Maar ja, je wil dit inpakken hier. In de studio. Zo'n grote doos hebben. Niet. We schatje. Hebben niet meer heel veel dozen. Wat gebeurt hier? Ik krijg de slappe lach. Ja, laten we gaan inpakken. Wat gebeurt hier? Ik krijg een slappe lach. Ja, verdomme. Ik moet hem huilen. Oh, schatje. Ja. Vind je Spathiphyllum zo mooi? Nee, Sterelia. Oh. Nee, ik ga het opzoeken nu. Ja, ik ook. Zoek het maar op. Spathiphyllum? Nee, ja, Spathiphyllum. Schat. Dit is gewoon wat ik heb onthouden, oké? Och, ze gaat weer staan alsof ze bijna in de broek plast. Spathiphyllum. Dat is echt een vrouwending, hoor. Het is wel een plant. Heb ik gelijk? Ja? Ja, dat is die kleinere. Of is het hem wel? Ja, Spathiphyllum. Ja, maar hier. Oh, dit is steriel. Wat zei ik? Sterelia. Ja. Maar ik had dit in mijn hoofd. Strelitzia. Strelitzia, oké. Okay. Dat is hem wel, Strelitzia. Nee, het is een Spathiphyllum. Nee, maar dat is een kleine met een plant. Met een plantje erin, kijk. Is dit een Spathiphyllum? Ja. Spathiphyllum. Oh ja, klopt. Oh ja. Wow, maar ik heb het woord wel goed. Wat de fuck? Alleen het is niet deze plant, maar het is wel een plant. Ja, want hier komen geen bloemen uit. Ja, hier komt wel een nieuwe uit, zie je dat? Ja. Deze groene, nieuwe, dikke, verse junk. Spriet. Hier zo. Nice. Mooi gerold deze. Ja, zo komt het gewoon altijd uit, hè? Dat is echt ziek. Ja, dat is echt bijzonder. Ziet er mooi uit. Maar als Maiwen moet lachen en echt gewoon de lachkick heeft zoals net... of echt gewoon ja, iets heel grappig vindt... dan gaat Maiwen dat zo staan, dan gaat ze lachen. Ja. Nee. Ja. Dus ga je altijd zo staan. Nee, nee. En zo niet meer doen. Nee, ik moet plassen, Ja, je moet ook plassen. Anders plas ik mijn broek. Dan ga ik zo... Ja, dat doe je altijd. Zo, zet je voeten op zo en dan... Nee, en zo niet doen. Nee, nee, nee. Ja, nou ja, mooi hè. Ja, maakt niet uit. Nee, precies. Oké, gaan we deze kamer helemaal opruimen. Ja, ik denk dat het wel een goed plan is. Ja, want heel veel kan gewoon inderdaad al lang in dozen. Ja, en we hebben al gewoon... We hebben ook gewoon dozen. We hebben genoeg dozen. Niet meer, denk ik. Waar zijn al die dozen gebleven? Die staan hier in de badkamer ingepakt. Nou, wil ik wel zien dan. Het is helemaal vol. Ik ga eens even kijken.
Jeetje, het zijn wel veel, ja. Ik heb het laatst wel nog beter opgeruimd. Ik heb zelfs een paar dozen zo in de douche gezet. Want eerst stonden tot hier. Ik zie het inderdaad, ja. Jeetje, dat zijn veel dozen. Jeetje. Jeetje. Nou goed, weet je... Dat is een ander soort weetje. Ja. Ik wil niet dat je me altijd aanschudt als ik gewoon zo doe. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, schat. Je kan ook gewoon de inkomen. Oh, de in. In de zone. Ja. Ik wil even zeggen dat ik... Ja, maar dat is nog niet genoeg gezegd de laatste tijd. Gek op jou ben. Nee, dat hebben we nog niet vaak genoeg gezegd. Nee. En ik vond het wel heel erg lief wat, hoe jullie reageerden op de Valentijnsdag vlog. Dat we voor elkaar gemaakt zijn. Ja, dat is lief. Dat is echt super lief. En daarnaast ook... Dat het helemaal niet erg is als we klef zijn. Omdat, jeetje, mensen krijgen hier hoop van, zeggen ze. Dat ja? echte liefde nog bestaat. Oh, dat bestaat ook. Dat vind ik een beetje te ver gaan, eerlijk gezegd. Nee, dat is nou ook weer niet. Wil jij tijdens dat ik dit stukje vlog opneem niet je hand elke keer in mijn reet douwen? Waarom doe je dat? Het voelt lekker, je hebt nieuwe onderbroeken. Het voelt gewoon lekker zacht. Ik sta hier gewoon en ze zitten de hele tijd in mijn gleuf zo te gaan. Terwijl we aan het praten zijn, waarom doe je dat? Ik probeer gewoon iets moois aan te kaarten. Jij zit, terwijl ik over de liefde praat, zit je in mijn gleuf zo. Ja, dat is ook liefde, hè? Oké, we gaan vandaag weer een beetje verder met verhuizen. Ja, we kunnen, weet je wat we ook al kunnen doen? Dat is best wel een goeie, denk ik. Die kast daar, die is helemaal kapot. Klopt, ja, die moeten we ook slopen. Ja. Zo jammer dat je mijn gezicht filmde en niet van jou. Ja, slopen! Ja, slopen. Ja, die kunnen we kapot maken. Klopt, die kast. Naar de sloop brengen. Ja, naar de sloop, ja. Ja, en die kast op onze slaapkamer aangekomen. Die is ook kapot. Die is helemaal zo ingezakt. Zaterdag naar de sloop. Ten eerste uit... Ja, is gezellig, man. Neem een koffietje mee. Nee, maar dat is nu niet meer zo. In coronatijd was dat heel erg. Boah, dat is niet normaal. Er zit hier in Zeist een rotonde bij de sloop. En die rotonde, die kon je gewoon niet overheen reizen, wat? Omdat er gewoon een file stond voor de vuilstort. In de coronatijd was dat bizar. Echt bizar. Dat was gewoon het uitje. Shit opruimen naar de sloop. Dat was gewoon een dagelijks uitje. Maar goed, ja, gaan we dat even doen. Yay, leuk. Zin in. Let's go. Oh, thank you very much. Yo, Cobra. Yo, je had mij gebeld op Discord. Oh, echt? Ja. Nee, het was niet om Fortnite te doen hoor. Ik had beloofd met Marvin om te verhuizen voor de nieuwe woning en zo. Ik denk wel, hè? Normaal bericht je me altijd voordat je belt. Ja. Nee. Het was een foutje, misklik denk ik. Want ik ga met Marvin leuke dingen doen. Nee, ik ben ook echt net wakker dus. Okay, nee, maar okay. Succes met de verhuizing, man. Ja, dankjewel. Maar jij wou potje doen ook? Als je straks eten komt, maar kom straks wel. Ja, nee, ik denk niet dat ik kan, eerlijk gezegd. Ik moet met Marvin dingen verhuizen. Maar als jij wil echt graag potje doen? Ja, dat moet gewoon eerlijk zeggen hoor, als je echt potje wil doen. Ik ben net wakker. Ik dacht dat je zeker bij nodig had. Nee, maar als het noodgeval is en ik moet nu naar de computer om een potje Fortnite met jou te doen, dan moet ik gewoon eerlijk zeggen hoor. Ja, het is wel een noodgeval. Oké, ja, is goed. Ja, ik ben bang dat ik niet kan, maar... want Marion die staat naast mij en die... Misschien moet ik een hartig woordje met te spreken dat het een noodgeval is, man. Oké, maar anders dan bel me even op Discord en dan zeg ik daar wel even dat het niet kan, oké? Okay? Dan bel me maar op Discord, ja? Is goed. Ja, nee. We waren net zo goed bezig met windsportkleding opvouwen. We hebben echt mooie windsportkleding gekregen. Dus shout-out Craft, dankjewel daarvoor. Een hele nieuwe stack voor als het niet koud worden. Ja. Heel erg nice. Dus niet alleen verhuizen, maar ook alvast wat spulletjes weer klaarleggen voor windsport. Want we gaan weer op windsport. Super nice. In totaal met 10 mensen. Holy moly, 10 mensen. Dat is echt een grote groep. Maar ik ga heel even opnemen op Discord. Ga ik even zeggen dat ik met jou ga verhuizen, oké? Oké, is goed. Ik ga even zeggen dat ik niet kan. Wel echt zeggen dat je niet kan, hè? Ja, vandaag niet gewoon. Nee. Yo, Cobra. Ja, ik zit even te kijken, hè. Maar Marvin is er nu niet, dus ik start gewoon snel op. Doen we even één potje. Ik start even snel. Ik ben heel even mijn mail aan het checken. Even kijken vandaag. Wat moest ik ook weer doen op de mail? Oké, Hogwarts Legacy even weg. Mail. Oh ja, hier staat nieuwe verhuisdozen bestellen. Oh ja, hoeveel verhuisdozen moest ik bestellen voor je schat? 20 stuks, oké. 20 stuks. Oké, bro, ik start nu Fortnite op. Oké, cool. Laten we even één potje doen. Moet even huid, 20 stuk. Even kijken. Ik betaal weer met de pas voor het huis dan, oké? Ja, we gaan beginnen.
Oké, is goed. Ik ga beginnen. Wacht even. Ah, de website ligt er net even uit. Want vandaag is de dag dat heel... Wacht even. Nee, de website is druk. Het is zaterdag. Het is verhuisdag voor mensen. Oké, stop. Nu lijkt het echt alsof ik zo'n vriendin ben die jou van het gamen afhoudt. Dat is echt niet zo. Nee, ik doe even een potje met Cobra, ja. Nee, je zei net nog nee. Maar ik ga jou laten zien dat ik in één potje een Victoriaal haal. En dan vind jij mij gewoon de gamer van de dag. En nu doe jij alsof ik jou dat verboden heb. Maar jij zegt de hele ochtend al, ik ga geen potje spelen. En toen dacht hij, oh, dat is wel een leuke sketch om even op te nemen. En dan nu gaat hij zeggen, ik doe even één potje, ja? En dan moet ik alsnog zeggen van, nee, we gaan geen potje doen. Want we zouden gaan opruimen. En dan lijk ik alsnog de boeman. Nee, schatje. Je bent de beste vriendin nooit. Ja, dus stop maar. Maar er is een nieuwe update in Fortnite. Cobra, hoor je mij? Als wij één kast hebben opgeruimd, dan mag hij een potje Fortnite spelen, ja? Dat is een soort van, hoe zeg je dat? Reward dan. Ah, zo gaan we werken, zegt hij. Oké, is goed, Cobra. Spreek je later, ja? Hey, is goed, ik bel je dan wel, ja? Oké, wacht even, boys. Gaat zo wel weg. Ik check je zo, later. Oké, is goed, schatje. Dit is gewoon een grapje. Oké, let's go. We gaan weer even verder. We waren al goed bezig, hoor. Maar we waren dus even spulletjes wat aan het wegleggen. En je moet gewoon een dingetje opruimen. Ook hier in de woonkamer is gewoon best wel een troepie. Maar het is sowieso even de aankomende tijd een troepie. Want hier ook de setup van Myron. Maar echt super nice, hoor. Die witte setup zo. Ja, mooi, ja. Ziet er echt clean uit. Welk level ben je met Harry Potter? Volgens mij 16 of 18. Wow! Let's go! Ja, heel erg nice. Oké, dit kan dan bij de wintersport. En ik heb iets supercools gehad, dames en heren. Ik heb echt iets supercools gehad. Ik ga het jullie laten zien. Ik dacht, voor de volgende wintersport ga ik echt een tof outfitje halen. Zijn jullie er klaar voor? In 3, 2, 1. Boom! What up? Boom! Hoe geniaal is dit? Geniaal, toch? Ik bedoel, niet dat iemand uiteindelijk het echt gaat zien of zo, want uiteindelijk heb je kleding eroverheen en ga je gewoon lekker snowboarden en is dit je onderkleding, je thermokleding. Maar alsnog, ik vind het geniaal. Ik zag het en ik dacht, die moet ik hebben. Dat vind ik leuk. Want de thermokleding is wel iets waar ik dan in de avond of zo of in de ochtend even mee rondloop, weet je wel. Slofjes aan, alleen dit. En ik denk dat het ook chill outfitje is, gewoon achter de computer. Als ik wakker word, doe ik gewoon dit aan, sokjes aan, even een potje Fortnite. Echt zo'n weekend outfitje misschien ook wel, een soort pyjama. Super, ik ga deze nu aanhouden. Heb je ooit willen dansen met een skelet? Nee. Nee. Nee, bedankt. Mama mia! Zo. Nee, de andere kant. Jij moet wel normaal doen. Nee. Jij moet wel normaal doen. Gewoon een hand. Gewoon normaal. Ja. Gewoon normaal. Auw, dat was niet normaal. Ik ben niet normaal. Dat jij zo staat. Ja, het is beginpoos. Oh, zo je schouder. Oh, stel van gaat geen keer uit de kom. Nee, dat kan niet. Kan niet. Het is goed vast. Maar ik kan wel dit. Zo. Ja, doe hem nu maar zo. En dan achterover vallen. Nee, we moeten iets doen met achterover vallen. Ja, dan moet je meteen al na de eerste draai. Zo. En dan. Wow, is dat echt zo? Weet ik veel. Nee, dat moet anders kunnen. Ik heb niet op dansles gezien. Tango. Ting. Ting, ting. Wat doe je nou? Wat is er? Tango. Oké, nou, dan zien we die tango. Ting, ting. Is er iemand die tango les geeft die Enzo graag de tango wil leren? Maar de tango zo met z'n tweeën. En dan moet je volgens mij gewoon, jij moet altijd zo. En dan moet je zo heel schuin zo. Ja. Nee, niet zeker. Zoiets. Oké, we gaan weer verder. Het verhuizen. We gaan beginnen, bedoel je? We gaan beginnen. We waren nog niet eens begonnen. Nee. Au! Oh, waar val ik op? Au. Oh, stekkerdoos. Stekkerdoos. Sorry, stekkerdoos. Stekkerdoos in je nek. Heb je dat ooit gehad? Mijn wel, het was niet fijn. Oef. Dit is
wel even een klusje hoor, dames en heren. Ik heb namelijk ooit van deze boxen gekocht. En deze boxen, daar kan je echt perfect je Pokémon kaarten in doen. En nu zou je denken, oh my god, Enzo, jij hebt veel Pokémon kaarten. Dat klopt. Ik heb veel Pokémon kaarten, alleen voornamelijk zijn het energy kaarten. Ik heb hier dus expres aan de voorkant 3 vuur energy kaarten gedaan. Omdat ik dacht, het ziet er wel vet uit. Je kan natuurlijk ook een patroontje maken zoals dit. Maar stel voor, je hebt uiteindelijk een muur gevuld van beneden omhoog met hetzelfde patroon zoals hier. Of gewoon alle 3 vuur, of elektrisch, of water. Of je maakt er misschien iets in. Dan een hartje van vuur, zo op een muur. Dat zou heel erg vet zijn. Dus ik heb ooit een keer echt mega veel van deze dozen gekocht. Alleen energy kaarten is het meeste wat ik heb. Ik heb heel erg veel kaarten weggegeven. Dus kaarten van Pokémon series die gewoon... Ja, dat zijn gewoon normale kaarten, laat ik het zo zeggen. Dus nu heb ik gewoon mega veel van deze, waarin of gewoon normale kaarten zitten of energy kaarten. Dus ja, die zijn best wel zwaar. Dus die ben ik nu in de dozen aan het doen. En zoals je ziet, achter mij is het al ietsjes meer opgeruimd. Maar het is best wel een klus en het is best wel zwaar. Hier bijvoorbeeld in deze. Deze zit nog niet helemaal gevuld met energiekaarten. Dus hier kunnen nog wat energiekaarten bij. En wat ik hier heb gedaan, want af en toe zag je ook een stickertje. Dit zijn Pokémon kaarten van de serie Pokémon Go. En ik weet eerlijk gezegd niet waarom ik dit bewaar. Want ja, deze Pokémon Go Pokémon kaarten, daar doe ik verder niks mee. Die zitten hier gewoon in het doosje. Maar ik vond het ook wel vet dat gewoon de normale kaarten hebben dan gewoon zo'n achterkant. Alleen, ja, misschien ben ik een beetje doorgedraaid. En ja, heb ik gewoon te veel Pokémon kaarten bewaard. Wat helemaal niet nodig is misschien. Ik weet het niet. Het is wel een leuke hobby. Alleen, ja, hier zitten dus wat Pokémon Go kaarten in. That's it. Oké, dan gaan we verder stacken. Zo, dames en heren, we hebben echt wel een verandering gemaakt en vooruitgang geboekt. Alleen Marvin en ik zeiden wel tegen elkaar van, het lijkt wel alsof we gewoon soms niet opschieten, omdat we blijven bezig en de dozen zijn op, we hebben alles gebruikt, alleen het is alsnog een troep. Dus we gaan even wachten totdat we weer wat nieuwe verhuisdozen hebben van het verhuisbedrijf. Want ik kan me heel goed voorstellen dat de dozen die zij ons geven, dat zijn ten eerste hele goede dozen. Maar ten tweede, ze hebben een bepaalde formaat. En als we dan nu verhuisdozen gaan halen van een ander merk, dan zijn die niet hetzelfde formaat. En dan kunnen ze niet makkelijk opstapelen. Dat is ook iets wat ze aan ons vroegen, van wil je geen andere dozen gebruiken. Dus dat is geen probleem, maar dan moeten we dus wel even wachten tot, ja, ik denk volgende week dat we nieuwe dozen krijgen. Maar we hebben echt al heel erg veel gedaan. En we hebben hier dus allemaal spullen staan die we of mee gaan nemen of op gaan bergen of weg gaan gooien. Deze gaat dus sowieso weg, maar de vuilstort gaan we niet meer redden. Daar zijn we te laat voor. Het is namelijk carnaval en hij is eerder dicht. Dus dat redden we niet meer. Dus die zetten we heel even hier neer en doen we later weg. En voor de rest gaan we allemaal andere spulletjes even meenemen naar de nieuwe woning. En dan later als we weer hier terug zijn, want we gaan ook eventjes een lekker broodje halen. En dat moeten we nu wel echt doen. Dus ik doe nu de deur achter me dicht. En als we dan later terug zijn, dan nemen we jullie even mee in de woning hier in het appartement. Wat we allemaal gefixt hebben en veranderd hebben. Dus dat is wel heel erg nice. Maar laten we nu eerst even naar de nieuwe woning gaan. Hoppa. Lekker hoor. Zo, het past allemaal maar net, hè? Ja. Heerlijk. Fijn. Even wat eten. Lekker broodje. Lekker koffietje erbij. Smikkelen. Deur even goed dicht. Zo, ja, je kan wel merken dat het carnaval is. Zelfs hier in Zeist. Echt? Ja, gewoon druk. Ja, het is ook weekend natuurlijk, maar gewoon echt druk. En, maar heb je ook verklede mensen gezien? Clowns. Ja, acrobaten. Horror clowns. Nee, voor de rest niemand verkleed of zo. Nee, nou ja, jij wel. We gaan naar een nieuwe woning. Is dit niet je carnavals outfit? Dit is swag. Oké. Oh my god. Ik zie alweer dat Luciano aan het slapen is. In de Lambo. Ja, zo. Hoe krijg je dit voor elkaar? Want volgens mij gaat Sahit hem nu wakker maken. Ik zie Sahit daar bukken. Hij is aan het slapen of niet? Ja, het is knock-out. Echt? Ja, het is knock-out. Dikke John neer! Ik zit echt geen mee. Hij heeft een auto zitten ook. Ja, ik ben binnen. Hoe is het? Ja, goed. Nice, wauw. Nou, hij is echt knock-out inderdaad. Nou, hij is net bij zo'n carnavalsfeestje geweest of zo. Dus ja, dan is hij natuurlijk helemaal druk. Dan moest hij even Spider-Man uithangen. Ja, hij heeft een Spider-Man pak aan en hij doet hem niet meer uit. Nee, ja. Op elke story die ze ziet, maak zie ik elke keer dat Spider-Man pak. Zo schattig. Diepe kras. Nee. Kijk, dat zie je. Ja, lijkt net een kras, hè, maar dat is het niet. Ik dacht echt. Zo, maar elke story die jij maakt, zie ik Luciano met zijn Spider-Man pak. Ja, echt, man. Alle vier hebben ze het nu ook gewoon, hè. Ja, bizar. Even thuis, het zit helemaal zo te doen. Maar weet je wat het mooi is? Ja. En even voor jullie, dat krijgen jullie straks te zien.
Dat ga ik straks geven aan Luciano. Jullie krijgen het straks te zien, jullie weten het nog niet. Maar dat is echt perfecte timing voor het Spider-Man pak dat je aanneemt. Want ik heb echt een mega groot leuk cadeau voor Luciano. Dus dat is echt super cool. Maar ja, we zijn met een nieuwe woning. Let's go! Ik denk dat ik het zo meteen binnen mijn nieuwe kerk herken. Kom erbij, maat. Wij gaan namelijk nu kijken wat voor mooie spullen ze hier liggen. Gast, dat is zo vet. Ik hoop dat je zoiets hebt dat als je binnenloopt dat je denkt, wauw, wat heb ik in mooie spullen. Dit heeft geen nut. Nee? Nee. Afvegen op zand met op pellets. Maar daar gaan we, man. Ja, wat rust hier. Ja. Dat is fijn, hè? Ja, dat is echt heel zacht. Dat is ook de bedoeling. Dus zo. Ja, deze komt van Tegeldepot, van Sheet. Mooie wasbak. Mooie kraan. Oh, je hebt goede druk hier. Ja. Snel. Kijk, als je een keer je handen vast. Ja, dan gaat het helemaal eroverheen. Ja, je moet niet vol gas geven. Nee. Ja, moet je met de auto ook niet, hè? Nee. Dus, wat vet dat je die voorzet want erin met de verlichting. Ja, het ziet er echt super mooi uit. Goede tegels. Alles wat hier nu beneden staat, dat hebben jullie allemaal al gezien. Dus ik zal het jullie besparen, anders dan val ik te veel in herhaling. Maar ik ga even wat troep weggooien en dan ga ik toch even bij Luciano kijken. Misschien vindt hij het toch wel leuk om even mee naar binnen te gaan. Zit hij gewoon te slapen in de dikke Lambo. Kijk hem nou. Wat gaan we doen, jongen? Hij is helemaal van het padje. Wat heeft hij ook op zijn hoofd eigenlijk? Wat is hij, een bij of zo? Oh, Minion. Volgens mij is hij een Minion. Ik weet niet zeker. Hij heeft een Minion op zijn hoofd. Nou, ik denk dat ik Luciano gewoon lekker ga laten slapen. Volgens mij heeft hij het echt nodig. Hij is helemaal kapot. En dan straks gaan we nog naar mijn huis. Dus dan is hij dan wel wakker. Slaap lekker, jongen. Zo, ga ik er even naar binnen. Altijd zo lekker uitstappen uit zijn auto. Hoppa. Nu gaan we naar het mooiste gedeelte. Ik kan er nog niet op lopen, want het is gisteren afgegoten. Ja, dit hebben jullie ook nog niet gezien, dames en heren. Maar de gietvloer, die is af. Zo, dikke, goede kaal ook, hè. Ziek, hè? Ja, de RV is echt mooi. Ja, hier komt het bad voor jou te staan. Chill. Ja, dus ja, bizar. Dus hier komt het bad van Sheet. En dan hebben we hier het douchegedeelte. En ik zal even een voorbeeldje doen. Let op. En jullie mogen allemaal raden wie ik nadoe, ja? Zo, lekker slapen. Word wakker. Goedemorgen, 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 sunshine. Hele lieve, lieve. En dan even typen, even typen. Oh, toch heerlijk, zo even vitamine D. En dan even, ik lieve die, goedemorgen. Ja, schat, hij staat er weer op. Goedemorgen, goedemorgen. Dat is gewoon... Jij doet het altijd. Elke dag, wil je wel. Echt, ochtends wakker worden, dan pop, story. Ja. Dat is sunshine, echt heel fijn dit, hè. Ja, is fijn, hè. Ja. Alleen die spiegel die ik moet daar nog en dan is echt wat kan af. Ja. Ja, zo fijn. Nee, driehoek toch? Was die spiegel? Hebben we nog nooit gezien trouwens? Driehoek. Zo, we hebben hier voor het eerst geslapen, hè, met Valentijnsdag. Oh, is lekker! Ja. Wij hebben lekker geslapen hier, dat is niet normaal. Wow, lekker hè? Dit is echt nice, dames en heren. Ik ben zo ontzettend blij. Kijk hoe dit eruit ziet, joh. Wat? Zo, dit hebben ze echt weer netjes gedaan, hoor. Dat hebben ze heel mooi gedaan. Volgens mij kan je er al overheen lopen, maar laten we het nog maar even niet doen. Voor de zekerheid nog even niet, inderdaad. Maar over een weekje komt het bad hier. 25 februari mag het bad erop gezet. Yes! Gaan we lekker in bad samen. Ja. Maken we samen die story. Goedemorgen. Ja. Ja, ik douche jij bad. Ja, zo fijn. Nou, de rest hebben jullie allemaal gezien. Shade nog niet, dus we zullen hem even een rondleiding geven verder. Maar deze kamer is ook echt zo gaaf nog steeds. Wauw, zo gaaf. Wow. En we hebben nog spulletjes in de auto zitten voor de vogels en het vogelhuisje. Dus die gaan we ook eventjes ophangen of neerzetten ergens in de tuin. Kunnen we meteen even kijken of het andere vogelvoer, of dat gebruikt is of niet. Want stel voor ze... Oh, ja, ik zag een vogel weg. Oh, weer. Er vliegen, terwijl ik het zeg, twee vogels weg. Van dat huisje wat we hebben gekregen van Frank en wie, schat? Martin. Frank en Martin hebben zo'n huisje gekregen. Sorry Martin, ik was je naam vergeten. Oh, erg. Sorry. En daar hebben we een huisje van gekregen en ik zag twee vogels wegvliegen. Dus dat is wel echt nice. Vergeet niet, dames en heren, fruit te eten. Dat was inderdaad een veel te grote hap. Niet te grote happen nemen. Thank you.
Wauw! Hey, jou ken ik! Van de vlog! Hey! Zo, maar dit is nice. Er zitten nieuwe ramen in, dames en heren. Wauw, dit is nice. Kijk dan. Ja, uiteindelijk moeten we nog echt eventjes iets fixen voor dit. Want volgens mij zit er veel te veel zand tussen hier allemaal. Dus dat moeten we even allemaal eruit halen. Gewoon puur van de verbouwing. Want deze hoort heel smooth open en dicht te gaan. Maar nu kost het heel veel kracht omdat er dus door de verbouwing allemaal puin en zo tussen is gekomen. Zo, maar dit is mooi hoor. Er zitten gewoon nieuwe ramen in. En ze moeten nog alsnog wel gewassen worden. Ja, maar... Wow, je hebt dat nog nooit gezien. Yeah! Banaan, ja. Ik wou dat zeggen. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oh. Nee. Wow, wow, steeds sneller. Zo. Oh. Is cool, hè? Wow. Dat is alles kleuren die je wil. Ah, ja, echt in de zomer krijg je last van muggen. Nee, weet je hoe die muggen hier zitten? Door de zoetigheid van de vloer. Dat speciaal zoetige spul zit erin. Ja. We hebben nu, heel erg nice, de app van Raco. We hebben het weer even over Raco, de lampen met de bennies. Maar kijk, hebben we hier LED. En dan kan ik gewoon elke kleur doen die ik wil hierboven. Dus doe bijvoorbeeld rood. Ja, dan zul je zien dat hij gewoon niet... dat hij rood wordt. hij hoort rood te worden eigenlijk, eerlijk gezegd. Je moet twee keer klappen. Wil je klikken nog of zo? Ik moet ze eerlijk zeggen, ik heb dit nog nooit gebruikt. Toen ik thuis deze app opende, kwam ik erachter. Oh, binnen alles rood. Ja. In één keer daar alles rood. Ja, sowieso moet die lichte man nog weer terugkomen. Maar... Oh ja, hij doet niks op deze studio. Oké. Okay. Maar dat hoort... Jawel! Heel klein stukje rood. Ja, daar zit een latere verbinding. De rest mag ook nog hoor. Ik weet niet wat ik heb niks dat gedaan. Voor elkaar. Volgens mij... Ja, dat is het wel. Okay, hij, zie je wat hij doet? Zie je, hij is te laat. Nee, maar ik heb vet veel gedrukt. Ja. Hij ging het ene weer. Oh, hij duurt echt even een tijdje, dus ik doe hem nu even op rood. En dan sluit ik de app af en dan gaat hij waarschijnlijk straks in één keer helemaal op rood. Denk ik. En dan hebben we vannacht een helemaal rode studio. Ja, hij doet het... ik ga even vragen. Maar dat hoort te doen in ieder geval. Maar dat is wel echt super vet. Maar er zitten dus nieuwe ramen in. Moeten nog wel even schoongemaakt worden, gewassen worden. Maar sowieso al veel beter dan daarvoor, want de ramen waren mega vies. Ja, dit is clean. Er zat oud glas in. Noodglas. Ja, voordat er niks naar binnen kwam. Nice, laten we even kijken met vogelvoer. Ik ben benieuwd hoe dat is gegaan. Ja. Oh, je hebt veel joh. Ja, we hebben er een stuk of 13 geloof ik. Maar dit zit er... Oh, daar is wel van gegeten hoor. Ja, want we hadden hier twee soorten gelegd. Ja, deze eten ze niet, dit soort. Deze vinden ze ook niet lekker. Nee, maar de netje moet eraf. Maar kijk, dit vinden ze niet zo lekker. Dat had ik bij mij thuis ook. Die zwarte ook wel. Die zwarte pitten, die zijn allemaal uit zowat. Ja, dat hebben ze heel veel gegeten. Kieskeurige vogels hoor. En, deze moeten we ook even... Al die zwarte eruit. Ze eet alleen maar die zwarte pitjes. Nou, gaan we even al die netjes eruit halen. En dan ga ik eventjes het vogelhuisje pakken. En dan gaan we die even ergens neerzetten. En dan hopelijk kunnen we vandaag nog een vogel spotten met dat ding. Maar ja, dan zien jullie het later wel in de vlog. Ik ben benieuwd. Wat hebben we hier? Hoor je dat? Die willen al. Komt eraan. Kijk, dit eet ze dus op. Dit willen ze dus super graag hebben. Doe maar een close-up. Kijk. Oh, hoe heet dat dan? Zonnebloempietjes? Moet er wel in gooien. Volgens mij wel. Ja. Echt een lieve jongen ben jij. Maar dit. Nee, dat is geen grapje, hè? Ze was niet sarcastisch, bedoel je. Dankjewel. Zeg ik je wat liefs? Dit vinden ze zo lekker. Dus ik ga nu deze verbinden met de wifi, met de glasvezel. Maar als ze op beeld willen, moet je ze wel zo'n contractje laten tekenen. Als je ze gaat gebruiken in de vlog. Ja, ik hang hier een briefje op. Als je hier gaat eten, kom je in de vlog. En hij is 41% die camera. Maar hij moet goed komen. Ja, ze hebben honger, dus ze komen er zo gelijk aan. Ja, dat denk ik ook, ja. Krijg jij een melding als je iets beweging door ziet? Ja. Ja, ik kan stickers verdienen per vogel. Ja, ik kan alle vogels verzamelen met de app. Ik ga morgenochtend hierheen nu. Dan ga je toch... Ja. Nee, maar hij maakt alleen een melding. Kijk, jij 's ochtends krijg je op je telefoon, hé, er zit vogels hier in mijn kop. Oké, ik ga even verbinden, het is allemaal saai en zo, maar ik ga dit even regelen. En dan, hangt hij wel mooi bij. Dit is echt nice. Is dit gewoon ook voor mensen? Ja, dat denk ik. Het zou kunnen. Ik zou wel helemaal in je mond doen dan. Nee, dat moet niet. Dus... Die zijn wel lekker, die kocht ik vroeger altijd in zo'n klein zakje zonnebloempitjes. Ja, dat mag ook niet meer op school tegenwoordig, hè? Want de kinderen die zijn... Ja, die is... alles. Oh god, ja, jij kan het weten met kinderen. Ja. Lekker man. Ja, nee. Oké, maar in ieder geval, ik ga het even fixen. Ik hoop echt dat we een vogel gaan spotten in deze vlog later. Hey, jongen, heb je lekker geslapen? Ja?
Wat heb je op je voorhoofd? Wat heb je op je voorhoofd? Aluminium. Wat hè? Aluminium. Aluminium? Ja? Wat voor kleur is die? Groen. Groen? Volgens mij, kijk eens goed. Wat voor kleur is die? Geel. Oh, ja, geel. Wow, wie is dat? Dat is gewoon Spider-Man. Dat is gewoon Spider-Man. Wow, Spider-Man, wat doe je bij mijn huis? Hé, dat is niet lief van jou, hè? Hé, nog een Spider-Man. Ik ben Girl Spider-Man. Oh, jij bent Spider-Woman. Ja. Hoi, Milana. En wie is dat? Virginio. Lopen jullie met me mee naar de garage? Ja. Toch? Je zus zit erin. Ja, ik kan er nooit winnen van Spider-Man natuurlijk. Die zijn veel te snel voor mij. Ja, Spider-Man doet even de garage voor me open. Toppie. Dikke, vette. Pies. Maar jij wordt echt groot, jongen. Kijk hem, kijk hem staar. Ja, ik denk ik zeg niks. Kijk hem staren, joh. Wow, maar als ik nu naar Luciano kijk, dan begint hij te lijken op Virginio. Ja. Ja. Zo schattig. Nou goed, gaan we naar binnen. Heb je trek? Zin in wat eten? Heb je zin in spaghetti? Ja. Oké, lekker. Gaan we spaghetti eten. Ik schrok, hè? What? Spider-Man! Oh, huh? Kapot! Nog een Spider-Man? Nee. Oh, moet ik hem aan doen? Nee. Oh. En waar is deze Spider-Man dan? Oh, die doet netjes zijn schoen uit. Ja, goed opgevoed. Ja, netjes hoor. En jij dan? Ja. En jij dan? Ja, ik doe mijn schoen uit. Spider-Man. Ben je ook Spider-Man? Ja. Wow! Vleugels. Zo, je hebt vleugels. Cool, man. Een knuffel voor Milana! Knuffel! Oh! Die was van heel ver. En de krummel van Virginio. Dat is Spider-Man. Hoe is het met jou? Spider-Boy. Spider-Boy. Dus ze zijn helemaal fan van Spider-Man in één keer. Jullie hebben allemaal een eigen pak. Ja, kijk, dit moet je later ook kunnen, hè? Zo hangen ze aan mijn arm. Wow. Samantha en Marion hebben eten gemaakt en het ruikt zo ongelooflijk lekker. Pasta bolognese met gehaktballetjes. Echt nice, echt lekker. En wat is dit? Voor groenten? Ja, voor jou. Dankjewel. Speciaal voor mij, wat groenten erbij. Oh, kaas. Ik wil kaas. Ik wil ook kaas. Ik wil kaas, ik wil ook kaas. We hebben zoveel Spider-Man hier. Hé, niet met je vingers in het eten. Jij zat stiekem te proeven, hè? Papa ook. Zo, wat ben je aan het doen? Een flex hoor, even een flex. Nou, we hebben allemaal bordjes daar staan. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen met het tapijt eromheen en met die saus. Maar we gaan lekker smikkelen. Heb jij een grote bal? Ik krijg hem niet gepakt. Maar ben je links of rechts, Luciano? Links. Ik ben links. Dat ziet er niet uit alsof je links bent. Kijk, maar het rechts gaat beter. Kijk, je hebt een grote bal, hè? Kijk, hoe makkelijk dit gaat. Lekker? Mooi zo. Zo, lekker eten. Oh, lekker hoor. Zo. Meneer Milana, ik heb hem gevonden. De hele grote bal. Ben je de grootste bal voor de dikste spierballen? Nee. Bierballen. Nee. Spierballen. Kijk, deze heb ik. Wow! Benzo. Die is groot hoor. Geef hem een box. Oh, te sloom. Benzo box. Zo. Oh, die was smooth. Die was smooth. Nou, eet smakelijk allemaal. Kijk dan. Wat heb je? Ga je dat in je mond doen? Lekker saus. Kan je het nog snijden? Kan je het nog beter? Ga je die er ook op doen? En nu? Maar de grote hebben we bewaren. En dan eens even aan je oren trekken. Is lekker of niet? Hoe kan je het even trekken? Hey, je slurft het naar binnen, hè? Kijk eens. Wat? Wat? Met zijn oren. Wow, met zijn oren. Kan je dat niet? Ja, lekker. Ik ook kaas. En dan met je oren? Oh, kijk eens. Wow. Nog Is voor slangen. Zo mooi om te zien. Wist je dat er een afspraak was, hé? Met de kinderen. Als je je bordje leeg eet, krijg je een cadeautje. Echt? Ja, dat is echt. Dat wist ik nog niet. En nou, heb ik gezegd. En zo. Ik krijg toch net jou een voordeeltrekker. Gaan jullie naar een papa-hond ophalen? Ja, jij hebt een voordeeltrekker. Ja. Maar als je je bordje leeg eet, krijg je een cadeautje. En ik dan? Niet.
Oh, is papa verdrietig? Alleen kinderen. Ja, alleen kinderen inderdaad. Ja. En mama wel. Mama wel? Oh, zo lief. Nee, papa, mama wel. Oh, jij bent lief, hè, voor mama. Ik heb nog een minuut. Een split. Ik heb nog een split. Oh, hier, Luciano doet een split. Kijk, mijne dan. Nou, doe eens dan. Zo. Voor mij kan nog harder. Dus een spagaat. Wow, pas je op. Kijk. Maar willen jullie een split, een ijsje? Ja! Ik heb geen glatte. Ik ga. Wie wil een cadeautje? Ik ga. Zo, jij was wel heel snel. Oké, ik heb even, kom even erbij. En ik heb voor jullie allemaal een cadeautje. Leuk, hè? Oké, kom jij er ook? Ik word bang voor jou. Maar ik heb een leuk wedstrijdje voor de cadeautjes. Ja, wie heeft de eerste rest? Nee, want jullie zijn er al. Oké, kom jij hier tussenin staan, Virginio? Kijk uit voor die tijd. Oké. Nee, je moet gaan staan. Oké, gaan we met z'n drieën naast elkaar staan? Alle drie de Spider-Man? Go. Wat doen jullie allemaal? Je ziet wel duidelijk dat jullie kinderen zijn van disperformante. Hij is wel blij, hij ligt er even lekker te chillen. Ja, man, zo fijn als ik hier ben altijd. Jij doet mij en ik kom tegen hem. Oké, cadeautje. Ik heb een leuk iets. Wie als eerste cadeautje zegt, krijgt hem. Cadeautje. Nee. Oké, ga maar staan. Ik heb nog iets. Ik heb nog iets leuks. Ik ben een koning. Oké, een laatste dingetje. Dan pak ik ze erbij. Probeer op je meest boze manier naar de vlogcamera te kijken. Meest boze manier, maar wel van afstand, wel van afstand. Van afstand, Milana, niet zo dichtbij. Zo boos mogelijk kijken. Oké, blijf hier maar wachten, ja, ik ga het pakken. Boos blijven kijken, hè? Boos blijven kijken en staan blijven. Oké, eventjes kijken. Wat staat hierop, Milana? En nu mag je lachen naar de camera. Oké, Virginio. Virginio. Gio, die is voor Virginio, de oudste. Oh! En deze is voor? Wie is deze? Luciano. Ja. Luciano. Nou, maak maar open. Kijk, die Spider-Man zit er dan. Ik heb hem al. Wat heb je? Pokémon. Wow, vind je het cool? Luciana, je vergeet wat. Wat? Nee. Patat. Nee, hamburgers. Patat, nee, hamburgers. Wat zeg je tegen Enzo dan, Luciano? Enzo een hele dikke? Knuffel. Kus! Maar ik ben nog niet klaar. Echt niet? Nee, ik ben nog niet klaar, want het grootste cadeautje komt nu. En die is voor jullie allemaal. Dus gaan we weer op een rijtje staan? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ik heb hier iets en dat is speciaal voor jullie. Speciaal voor jullie thuis. 1, 2, wat is het? Strom! Spider-Man! Nou, omdat jij als eerste het goed had, mag jij hem vasthouden. Wow! Ik heb ook de Lambo. Wow. Ja, maar mag deze in mijn kamer? Nou, ik denk ik denk, jullie hebben een speelkamer waar jullie allemaal wel eens komen. Dus ik dacht misschien... Nee, ik kom dan nooit meer. Nou, dan is het niet... Zijn spinnen. Ja, maar Spider-Man. Spider-Man is een spin. Gebeten door. Dus wordt hij ook nog gebeten door zijn spin. Ja, en dan word je ook Spider-Man. Nee, ik heb nog een cadeautje. Oh. Alsjeblieft. Nee. Dus ik dacht, deze is misschien wel leuk voor de speelkamer voor jullie. Wat denken jullie dat hierop staat? Spider-Man. Pikachu. Enzo. Wow, wat zei jij? Pikachu. Kijk eens. Deze is wel eerlijk gezegd voor Virginio, want die is helemaal fan van Pikachu. En je merkt het ook, hij zei meteen Pikachu. Dus ik dacht, deze is misschien wel leuk voor jou op je kamer. Oh. Milana heeft nog niks. Nee, maar Milana heeft wat anders. En Milana, die krijgt een cadeautje van Myron. Ja. Want volgens mij, Milana, heb jij nu een iets van een make-up tafel of zo? Voor je make-upjes. Kunnen ze allemaal in? Oh, maar ik heb toch wel je oorbellen. Of oorbellen, of sieraden, of elastiekjes. Ja, daarom heb ik het wel eens kwijt. Hey, zo past hij niet in. Nou, net wel. Goed duwen. Kreeg je hoofd tegen de camera aan. Nou, blij met de cadeautjes? Ja, mooi. Krijg van jullie hele dikke groepsknuffel. Allemaal! Woehoe.
groepsknuffel. Milana. Virginio, Milana. Nee. Groepsknuffel. Oh. Snel, snel, laat je dicht. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, yeah, yeah. 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 Spider-Man knuffel. Spider-Man knuffel, hè? Spider-Man. Ga je vliegen? Nee, nee. Wow! Vliegen! Ja, dat komt wel. Ja, dan wil je ook vliegen. Nee. 1, 2. Zo, er is in één keer weer stilte hier in het appartement. Ik heb de camera van de vogelvoerding heb ik aan de lader gedaan. Die was nog niet helemaal opgeladen blijkbaar, waardoor ik hem niet kon connecten. Dus daar moet ik morgen even voor terug. Maar hij ligt er in ieder geval aan de lader. En vanaf morgen kunnen we dus hopelijk vogels spotten. We hebben even met z'n tweetjes boodschapjes gedaan. Twee tasjes vol en die gaan we even uitruimen. Hoppa, even wat nieuw drinken gehaald en alles. Dus dat is top. En ik zal jullie eventjes meenemen wat er veranderd hier is in het appartement. We hebben dus de kast die in de hal staat, die we naar de vuilstort gaan brengen. Die stond eerst hier. Daar stonden aan de zijkant twee boxen met daarop een plaatspeler en zo'n apparaat om alles te connecten. Dit dus. De rest wat erin stond hebben we opgeruimd. Dus nu is dat kastje hier weg. Dus dat is wat er veranderd is. Voor de rest hebben we best wel veel dingetjes opgeruimd en weggezet. En ik voornamelijk ook in de studio. En we hebben, ik zeg het gewoon helemaal verkeerd. Ik zeg het helemaal verkeerd. Het kastje wat hier stond staat in de hal en het kastje wat daar stond staat nu hier. Dat is het. Dus we hebben hier nu deze kast staan. Ziet er ook gewoon echt nice uit. Gewoon relaxed. Nice. Dus dat staat er. En ja, voor de rest, zoals ik al zei, de dozen zijn op. Dus we wachten even tot nieuwe dozen. En dan gaan we weer verder. Maar we hebben in ieder geval echt dozen gestekt tot aan het plafond al. Met allemaal spul en zooi. En waarvan je denkt, wauw, dat ik dit nog had. En we gaan nog waarschijnlijk heel veel meer van dat soort dingen tegenkomen. Maar we zijn lekker op weg, dames en heren. Zo, dames en heren. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Ik zou zeggen, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Oh, wat ga ik lekker slapen. Ik check jullie morgen. Dan heb ik iets superleuks op de planning. Ik zie jullie dan om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.